Een burgemeester is de ambassadeur van een gemeente, te herkennen aan de ambtsketting. Die wordt gedragen tijdens de gemeenteraad bijvoorbeeld, want daar is de burgemeester voorzitter van. De gemeenteraad besluit over voorstellen en plannen. Het college van burgemeester en wethouders zorgt voor uitvoering van de raadsbesluiten. Ook van dit college is de burgemeester voorzitter. En dan is een burgemeester ook hoofd van de politie en ziet toe op openbare orde en veiligheid. Van cafés bijvoorbeeld. Of bij grote evenementen met veel bezoekers. Een burgemeester is ook crisismanager. Bij branden, grote rampen of ongevallen heeft hij officieel het opperbevel en mag dan noodbevelen geven. Worden er koninklijke onderscheidingen uitgedeeld, dan speelt wederom de burgemeester daarbij een centrale rol. Een gevarieerd ambt dus, dat burgemeesterschap, met vele rollen en bevoegdheden. Een burgemeester wordt benoemd door de kroon, de regering, de gemeenteraad doet daarvoor een aanbeveling. Zes jaar duurt de benoeming, daarna volgt normaal gesproken een herbenoeming voor weer zes jaar.